Yo mensen, en tof dat jullie kijken naar de talkshow hashtag 99 en de flop 10 hashtag 1 en de top 18 hashtag 1. Ja, ik zie jullie al denken, super raar dit, maar het is mogelijk. En ja, we zitten alweer in de talkshow hashtag 99, dus we gaan super hard. Dus knalt intro muziek maar erin of dan gewoon een intro en let's go. Yes, mensen, vandaag zitten we dus in de Talk 1699, of bij de Talk 1699. Ligt eraan hoe je dat uit wil spreken. Maar ik heb inderdaad de flop 10 van de Eredivisie en de top 18 beste spelers per club van de Eredivisie hierin. Ik ben alleen, ik weet alleen niet hoe ik dat in een titel ga verwoorden. Waarschijnlijk gewoon de flop 10. Hashtag 1 naar de top 18, hashtag 1 van de Eredivisie. Waarschijnlijk ga ik het zo verwoorden. Maar dat zien jullie zo meteen. We gaan, laten we eerst maar eens beginnen met de flop 10. Want het zijn gewoon een paar spelers. Met op 10. Lassana Faye van Sparta. 5,44 gemiddeld. Op 9. Branislav Ninar, Fortuna Sittard. 5,41 gemiddeld. Nog slechter. Op nummer 8. Danny Bakker, ADO. 5,35 gemiddeld. Op nummer 7, Dirk Abels, Sparta, 5,31 gemiddeld. Op 6, Aron Meijers, ADO, 5,3 gemiddeld. Op 5, Peet Bijen, FC Twente, 5,29 gemiddeld. Op 4, Ilias Belsani, PEC Zwolle, 5,29 gemiddeld ook. Oh. En op 3, Elia Soriano, VVV, 5,21 gemiddeld. Op 2, Dennis Johnson. 5,19 gemiddeld van PEC Zwolle. En op 1, Hai Vrijt, VVV, 5,8 gemiddeld. Ja, ik weet niet hoe je een 5,8 gemiddeld in een heel seizoen kan halen. Maar laten we maar gewoon verder gaan, want er staat er wel een klein uitlegstukje onder. De Amerikaanse VVV-aanvaller Hai Vrijt heeft de twijfelachtige eer om het laagste gemiddeld cijfer van de Eredivisie te noteren. Van alle spelers die minstens 2/3 van de wedstrijden hebben. Die minstens 2 van de 3 wedstrijden hebben gespeeld. Vrijt verkeerd met VVV dan ook in de onderste regionen van de ranglijst. Zoals elke speler in de flop 10. In het rechte rijtje voetbalt. De spelers van ADO bewezen zichzelf afgelopen week einde bepaald geen goede dienst. In de laatste wedstrijd van het jaar tegen Ajax. Danny Bakker en Aron Meijers kregen toen een 3 waarmee ze zichzelf van 1 plek in de flop 10 verzekerden. FC Twente is de enige club die zowel een speler in de top 10 als in de flop 10 heeft staan. Hebben Joël Drommel en Peet Bijen wat te bespreken als ze met elkaar op trainingskamp gaan deze winter? Denk het wel. Hiermee verklapt hij eigenlijk al wie er in de top 18. Top 10 staat er, maar het is echt wel een top 18 en de flop 10. Maar laten we maar gewoon even verder gaan met op 18. Anas Tahiri, RKC, 6,29 gemiddeld. Met op nummer 17 Lex Immers, ADO Den Haag, 5,94 gemiddeld. Met op 16 Evert Lindhorst, 5,81 gemiddeld, VVV. Op 15 Gustavo Hamer en Pelle Clement, met allebei een 6 gemiddeld van PEC Zwolle. Op 14 Glenn Bell, FC Emmen, met 6,25 gemiddeld. Dit is echt gewoon puur random door elkaar gezet volgens mij. Ja, volgens mij wel. Maar plek 13 staat Mark Diemers, Fortuna Sittard, 6,32 gemiddeld. Op 12, zoals al gezegd, Joël Drommel, FC Twente, 6,79 gemiddeld. Met 11, Abidou Haroui, Sparta, 6,19 gemiddeld. Met op nummer 10, Zet Pat, FC Groningen, met 6,31 gemiddeld. Met op nummer 9, Siro Dessers, Heracles, Almelo,
6,42 gemiddeld. Met op 8 Mitchell van Bergen. 6,47 gemiddeld. Komt van Heerenveen. Oorspronkelijk ook bij Vitesse gespeeld. Op nummer 7 Adam Heer. FC Utrecht. 6,31 gemiddeld. Op nummer 6 Remco Pasveer. Vitesse. 6,28 gemiddeld. Oh. Hier kwam ik even niet aan mijn woorden. Maar Vitesse staat ook op plek 6 op de ranglijst, zou ik zeggen. Kenneth Vermeer. Feyenoord. 6,3 gemiddeld. Die speelt nou bij LAFC. 4. Paul Long. Willem 2. 6,61 gemiddeld. Met. Ja, of gemiddeld of cijfer, eindcijfer. Ik ga gewoon voor gemiddeld. Met op 3. Mohamed Inataren. PSV. 6,65 gemiddeld. Met op nummer 2. Een naamgenootje van mij. Teun Koopmeijners AZ. Met 6,75 gemiddeld. En om 1, daar ik zie het, Daily Blind, Ajax natuurlijk, met 7,13 gemiddeld. Het staat echt allemaal door elkaar heen. Want in het begin is het eerst 6,29 gemiddeld, 5,94, 5,81 en daarna 6. Het staat gewoon willekeurig door elkaar heen volgens mij. Gaan we even verder kijken of we hier nog iets van uitlegstukken hebben. Oh, we hebben ook nog een top 10, een top 9 scheidsrechters. Leuk. Met op 9, Simon Mulder, 5,61 gemiddeld. Met op 8, Jeroen Manschots, 5,67 gemiddeld. Met op nummer 7, Arlard Lindhout. Dat is waarschijnlijk de waarde van Lindhout. Van Lindhorst Lindhout, klopt niet. 8,86 gemiddeld, die doet goed, pik. Met nummer 6 Syracuse Bijouk, 5,9 gemiddeld. Met nummer 5 Dennis Higgler, 5,95 gemiddeld. Met nummer 4 Paul van Boekel, 6,2 gemiddeld. Met nummer 3 Bas Nijhuis, 6,29 gemiddeld. Met nummer 2 Danny Makkely, 6,29 gemiddeld. En met nummer 1 op nummer 1 Kevin Blom, 6,3 gemiddeld. 8,86 gemiddeld voor die Allard Lindhout. Allard Lindhout doet echt super goed. Hebben we hier nog meer tussen staan dan? Ja, inderdaad. Ajax Getafe dat vandaag wordt gespeeld. En Ajax natuurlijk. En AZ natuurlijk bedoel ik. Maar, mensen. Dat was hem weer voor deze video. Dus ik hoop dat jullie deze video tof vonden. Dus laat me graag wanneer je bent als je geabonneerd bent. En dan ga je er mee en zeg ik, ja. Als je de belletje aanzet en abonneert, dan krijg je alles als eerst binnen. En ik wil de 100 abonnees halen voor het einde van februari en begin maart. Dat gaat ons lukken, dus ja, doe dat even. We hebben 60 abonnees behaald. Gisteren in de stream, of in de stream van dinsdag was het volgens mij, kwam ik achter toen ik met kijkers ging streamen. En ja, super tof. Dat dus. Dus abonneren. Ja, ik geef jullie nu even een paar seconden de tijd om gewoon te abonneren en het duimpje in te klikken. Ja, heb je dat gedaan? Top. Kunnen we verder met de video? Ja, komen ze dus altijd naar voren en zeg ze dus altijd. Kijk maar naar de outro en houdoe.